voor promotie naar ereklasse. Gisterenavond kregen de Yeti Bears het bezoek van een andere titelkandidaat, de Bulldogs uit Luik. En dat was, zonder de geschorste topspeler Jan Jurčeka, een zware klus. De E-klasse Yeti Bears voor de gelegenheid in zwarte outfits openen na 1 minuut te scoren. Bart Dobbelaar gaat de puck ophalen en paast op David Brunschlik, die in 1 tijd afrondt. 1-0. 7 minuten later komen de Bulldogs langszij. Een mooie actie start bij Lepage en via Lutov komt de puck bij Raymond. Het staat 1-1, een mooie goal voor de bezoekers. Even later kan Hans de Vriend de puck oppikken en Brunschlik lanceren. Die omspeelt doelman Kramer. 2-1, het tweede doelpunt van het E-klasse nummer 56. Michel Côté brengt de Bulldogs weer langszij met dit fraai afstandsschot. Aan het eind van de eerste periode gaan we rusten bij een 2-2 stand. In de tweede periode spelen de bezoekers op een hoger niveau en drukken het verschil ook in doelpunten uit. Lutov slalomt door de thuisverdediging en geeft doelman Van Waaienbergen het nakijken. 2-3. Diezelfde Lutov scoort ook de 2-4. Zijn broer Constantin heeft dan een mooie assist aan Christophe Koch. Die aarzelt niet en scoort. Het staat 2-5. Brunschlik mildert eerst tot 3-5 en lukt ook de aansluitingstreffer. Hij schuift de puck onder de Bulldog doelman. De stand is 4-5 bij aanvang van de derde periode. De Luikenaars breken dan deze aanval van de Yeti Bears af en brengen Lutov in stelling. Die schuift de puck beheerst in doel. Het staat 4-6. Bart de Dobbelaar lanceert dan Brunschlik en die houdt zijn ploeg in de race. 5-6. Alle E-klasse doelpunten komen op naam van David Brunschlik. In de slotfase stellen de Bulldogs de zege veilig. Eerst scoort Lepage 5-7 en nog geen minuut later slalomt Constantin Lutov door de thuisdefensie en zet de eindstand op het bord. De Luikse Bulldogs halen het van de E-klasse Yeti Bears met 5-8.